Pakken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19, Zwijzenhof. We zijn weer teruggekeerd, vandaag hebben we ook weer genoeg te doen. Je moet weer even vastlopen, dat is natuurlijk altijd zo, hè, het geval. Wat gaan we vandaag doen? Nou ja, we hadden eigenlijk gisteren al besproken wat we gaan doen. Namelijk, deze moet gelegen worden, het veld moet gesproeid worden en we gaan ons andere veld, veld 18, wat wij gisteren hebben gekocht, gaan wij rooien. Ja, ik heb natuurlijk nog niet de reacties gezien van gisteren, dus ik kijk zelf eventjes wat voor een rooi we gaan gebruiken. Ik denk in principe, de pander is in principe groot zat. Maar als we eventjes gaan kijken naar de bekken, ik weet niet hoeveel, hoe anders dat is. Deze is 2,7 meter, deze is 4 meter, dus wel echt het dubbele. Dus ik denk dat wij voor de grote jongen gaan, de Tiger 6. Kost 500.000 om te huren. Ja, die wil ik graag huren. Plus de bek erbij is op zich misschien wel handig. Anders wordt het een beetje lastig. Oké, dan zetten we die eerst eventjes aan het werk. Dat is ook de eerste keer dat we trouwens, of in ieder geval, dat ik in een video suikerbieten ga rooien. Uiteraard heb ik deze ook in Farming Simulator 17 gehad, maar dat was toen de DLC. Hier in FS19 zitten ze automatisch erin. Hartstikke mooi. Het is niet zo heel ver rijden. Laten we die even inklappen. Als we überhaupt dan iets zien natuurlijk. Nee, we zien nou helemaal niks. Dat is niet helemaal handig. Die meneer gaat oversteken, denk ik. Oh! Goed, daar hebben we mee. Even wachten, want we hebben nu wel een behoorlijke grote machine waar we nu op rijden. We passen ook maar net op de weg, zie je dat? Het wordt allemaal net hier. Nou, dan gaan we ze mooi rooien. Ja, Europa vind ik toch wel mooier dan Holm, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het persoonlijk echt een, ik vind het echt een mooie machine. In principe zijn ze natuurlijk hetzelfde. Maar weet ik niet, ik vind Europa... Ja, weet ik niet, het ziet er mooier uit. Vind ik. Alleen vind ik dat wel jammer, je hebt daar een camerabeeld waarom dat niet gewoon echt werkt. In plaats van een foto en daar ook. Dat is wel een beetje heel erg jammer, zeg maar. Maar goed, we zijn hier aangekomen. Ja, die moet ingeklapt worden en dan gaat hij alweer. Ik snap niet wat die game soms heeft, hoor, met dat vastlopen. Ik snap dat niet. Nou ja, hier moeten we zo meteen nog eventjes mee bezig. We gaan eerst zelf eventjes een beetje oogsten. Rooi bedoel ik. Oh, hij is nog niet klaar met uitklap. Sorry. Nou. Eens kijken of we een beetje suikerbieten kunnen krijgen. Het is op zich niet moeilijk. Het is gewoon heen en weer rijden. Ah, we zetten dit straks op helpen. Dan kunnen wij namelijk de rest allemaal doen. Want de combine die moet gelegen worden. Dat gaat naar de koeien. Of naar de vark. Ach. Naar de paarden. Het veld moet even gesproeid worden. Die kan eventueel ook geoogst worden. Dus daar kunnen we nog ons mee bezighouden. En ik weet niet. Ik denk dat we. Ja, we moeten natuurlijk wel een paar keer dit ding legen. Maar ja, het is nu wel volledig bemest. Dus we krijgen wel echt de volle map hiervan. Dus dat is op zich wel makkelijk. En ik zag trouwens ook in de modhub dat je zo'n root crop storage had. Anders moeten we die maar ergens neer zetten. Tenzij we in deze map zelf de suikerbieten kunnen opslaan. Want anders moeten we ze op de grond gooien. Is op zich ook niet zo'n groot probleem. Maar ik vind het makkelijker als het opgeslagen is. Dus we gaan het zien. En dit is op zich ook wel mooi werk, hoor. 12 km per uur, ja, is niet het snelste wat er is. Maar ja, je kunt ook niet harder, want ja, die suikerbiet die moet uit de grond worden getrokken natuurlijk, hè. Nou, één rijtje zijn we nu verder en we zitten op 9000 liter. Dus dat is best wat. Dat is op zich best wel wat. Laten we dan nog eventjes één ritje terug doen en dan zetten we hem op helpen. En dan gaan wij andere dingen doen. Maar weet je, dit veld is gewoon hartstikke recht. En ik denk dat hij straks ook wel weer wat een rijtje vergeet. Omdat hij natuurlijk recht wil trekken. En helpen wil natuurlijk recht trekken. We hebben natuurlijk nog steeds geen GPS. Dat is een beetje jammer. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Maar wat vinden jullie persoonlijk mooier? Een Europa of een Holme? Weet niet, Europa die straalt meer uit ofzo. Maar dat kan ook zijn omdat er staat een tijger op en een panter. Dat wat... Ja, weet ik niet. Het oogt veel bruter. Naar mijn gevoel. Maar ik kan het ook fout hebben.
Het is een behoorlijk een grote rooimachine dit. Als we het niet kunnen opslaan in de silo zelf, ja, dan moet ik eventjes dat root crop storage mod downloaden. Die staat in de mod hub. Dan moet ik die eventjes downloaden. En hebben we in ieder geval suikerbieten, mochten we daar nog varkens willen hebben natuurlijk, hè. Zo. Nou, deze mag op helpen. Ik heb hem op zich best wel recht getrokken. Op H. Tuurlijk, moet ik weer even nadenken. Hoe werkt het ook weer? Oh ja, zo. Nou, top. Laten we nou allereerst met de deurts. Eventjes de trailer erbij pakken. Zodat wij in ieder geval... De paarden zo meteen eten kunnen geven. De trailer die staat net aan de andere kant. Ik hoop dat we hier suikerbieten kunnen dumpen, hoor. Ik denk van niet, maar... zal mooi zijn. Zo. Weer de bocht nemen, anders halen we de bocht niet. Zoals nu. En dan kijk ik weer achter mij. En dan zie ik die kabel zit allemaal weer in de weg. En dan knal ik weer overal tegenaan. En dan krijg ik weer... en dan zit mijn geluid weer niet meer. Ik moet nieuwe boxen hebben. Want die aux-aansluiting van die box wat ik heb. Maar je kunt natuurlijk een headset kun je of in de computer doen. Of in de boxen. Nou, ik heb hem nu in de boxen. Maar het aparte is, als ik nu... zeg maar dit ding in de computer doe, dan heb ik geen geluid. Dus dat is een beetje vreemd. Ik weet niet wat dat is, maar ja, dan heb ik geen geluid. Maar goed, dan moet eventjes de combine legen. En de paarden nemen sowieso alle haver aan natuurlijk, want ja, die hebben niet zo geweldig veel meer. Pas op voor het dak. Zo. Oké, nou. Gaan we die legen? Nou, dat doe ik nog wel even. Hij rijdt ook gewoon dwars door het gewas in, hè. Nou, goed. Nou, hier maken we zo meteen eventjes, denk ik, een leuk timelapse van. Want het is best een groot veld, dit. En doe gewoon alles tegelijk. Eventjes dit stukje, want het is wel prettig als het gewas natuurlijk volledig bemest is. Want dan krijgen we gewoon het meeste wat we kunnen krijgen, krijgen we van dit veld. Maar volgens mij moet dit ook gestrooid worden met kalk. Dus oh, maar dat gaat wel goed komen. Die gaat wel goed komen. Eigenlijk zou je nu ook, we hebben er nu wel dunne bandjes. Eigenlijk zouden hele kleine sporen in het veld moeten zien. Want je rijdt het in principe alsnog kapot natuurlijk. Hij rijdt er niet precies tussen. Ja, hij redde gewoon dwars over. Maar ja, goed. Gaan we zo even op de map kijken of ik alles een beetje heb geraakt. Zonder GPS. Maar weet je wat me wel is opgevallen? Heb ik dat al een keertje gezegd? Volgens mij wel. Dat jullie video's leuker vinden dan streams. Maar daarom, want ik zag ook gisteren in de... Gaantek Helper Year is vol. Oh, ja. Maar ik zag namelijk in de reacties van de video van... vrijdag. Van ja, Lars, ik kijk toch altijd liever video's dan livestreams. En sommige mensen die zeggen van nee, Lars, je moet meer streamen op YouTube, want er zijn veel meer mensen. En anderen die zeggen van nou, doe maar gewoon lekker video's. Dus voor iedereen is dat uiteraard verschillend. Maar voor mijzelf, het streamen op YouTube doe ik één keer in de week. En dat is op de maandagavond. Misschien dat ik ooit nog een keertje zeg van als ik de Long Wednesday stream ga doen. Dat ik gewoon alle tweede platformen aangooi. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dan stream ik rond de uur of 1 uur begin ik. En stop ik rond de uur of 5, 6. Maar ik vind, daarom stream ik ook altijd op Twitch. Want ja, weet je, video's. Jullie hebben liever video's. Video's doen we dan op YouTube. En één keer in de week doen we gewoon, hallo? Eén keer in de week doen we gewoon een livestream op, daarop, op YouTube. Gewoon dwars door het dak in. En de rest doen we gewoon op Twitch. En als je gewoon meer streams wil zien, ja, dan zou je naar Twitch moeten komen. Dat is ook heel gratis, kost niks. En als je zegt van, nou nee, het hoeft voor mij niet, ik kijk liever video's. En als ik tijd heb om een stream te kijken op YouTube, dan doe ik dat. Nou, dat kan natuurlijk ook.
Want niemand kijkt, bijna niemand kijkt de hele stream uiteraard af. Dat is natuurlijk logisch. Je gaat geen 2,5 uur terugkijken. Ja, op Twitch kun je de streams ook terugkijken, mocht je dat willen. Maar die kijken natuurlijk ook niet helemaal terug. Dus dat is leuk als je er live bij bent. Maar als je de stream terugkijkt, is het in principe ook een soort van video, hè? Dus, maar wat ik hiermee wil zeggen is dat ik gewoon lekker één dag in de week ga livestreamen op YouTube. Gewoon elke dag een video. En dan misschien dat ik dan de zondag op alle tweede platformen ga streamen. Maar daar ben ik nog niet helemaal over eens. Nou. Gooi de ding uit. Ga de VPS vol. Oh, net te laat. Hup, weer even vastlopen natuurlijk. Nou. Dan gaan we eens eventjes kijken of wij dit... of we dit kunnen opslaan, anders moeten we die root crop storage eventjes downloaden. Als we moeten op de grond gooien, dan vind ik wat minder. Het zou mooi zijn als ze dat niet hoeven te doen, maar ik ben er bang voor. Want de hele inhoud van die bunker past hier niet eens in, joh. Zo groot is die bunker. Nou, eens even kijken of we dit kunnen leven. Want we moeten hem direct legen natuurlijk. Dat is wel jammer hoor, want Emus die had een video gemaakt over FS17 versus FS19. En het is wel... Oh, je kunt wel het gewicht merken trouwens hoor. Die trekker nu heeft niks geen moeite om... ja, je hoort er niet moeite hebben om die trailer te trekken. Dat was in FS17 wel zo, maar volgens mij was dat wel eerst in FS19, maar dat hebben ze er toen uitgehaald. Ik heb geen idee waarom. Maar het is toch prachtig als je hoort dat die trekker het ongelooflijk moeilijk heeft. Of heb ik dat nou helemaal fout? Nee toch? Nou, moment of truth. Zulke gebieden worden hier niet geaccepteerd. Daar was ik al bang voor. Want we hebben volgens mij ook niet ergens anders een silo staan. Dus dan moet ik eventjes die mod installeren. Gaan we die eventjes neerzetten. En dan kunnen we die in ieder geval legen. Dus laten we dat even doen. Alright, we zijn weer terug. Als het goed is heb ik hem nu geïnstalleerd. Ik denk dat hij bij silo staat. Lijkt mij... Ja, kijk. Root crop storage. Dan moeten we eventjes een mooie plek hebben waar we deze gaan neerzetten. Hier kunnen we dus de suikerbieten op inslaan. En dat is op zich wel prettig, zeg maar. Dus hij kan op zich hier staan. We moeten even kijken hoor. Hij moet dan een beetje zo staan, denk ik. Zo. Als we hem hier neerzetten. Want ik ken natuurlijk de Place Anywhere mod, hè. Dus ik kan in principe overal alles neerzetten. Ja, laten we hem hier neerzetten. Zo. Ga heel eventjes nog een klein beetje aanpassen. Het moet natuurlijk wel een beetje mooi eruit zien. Ik weet niet waarom die nou al vol zit. Maar er zit helemaal niks in. Maar goed, het zal wel. X. En dan wil ik graag... volgens mij hebben we deze. Ja, deze mag dan deze klaar. Zo. Dat het een beetje mooi aansluit. En deze doen we ietsje zo. En dan kun je dat altijd, die trigger kun je dat nog een beetje aanpassen. Als dat moet. We kunnen het ook zo, laat zo laten. Nou, deze nog ietsjes breder maken. Ietsjes maar. Zo. Ik ben geen eigenaar van dit land. Oké, nou, prima zo. Dan kunnen we daar, als het goed is, kunnen we daar gewoon alles neerdumpen. En dan hebben we in ieder geval een silo waar we die dus kunnen aanpassen. Die staat gewoon in de mod op, die kun je gewoon downloaden. Dat is alleen wel een beetje apart, want er staat dat er nu iets in zit, maar dat is helemaal niet zo. Oké, hij keept het nu, ik weet niet hoe dit werkt. Dat is dan wel jammer. Er zitten aardappels in. En de bel gaat. Ja. Nou, zijn we weer. Ik zit even te kijken, want ja, de trailer is nu leeg. En als we hier naartoe gaan, dan wordt die geleeg. Als het goed is, kunnen we dus nu ook zien hoeveel liter we in opslag hebben als het goed is. Suikerbieten. Ja, kijk. 39.000 liter. Nou, top. Hou direct weer er naartoe, want hij is best wel vol zometeen. Ah, wacht even totdat hij vol is, joh. Want we moeten naar het veld, moeten we nog spuiten. Het veld moet nog geoogst worden. Dus we hebben nog genoeg te doen. Maar hij is al lekker op gang. Ja hoor.
Nee, hij vergeet alleen dat stukje, maar ja goed, hij zit ook al, zit hij bijna vol? Ja, redelijk. Nou, laten we eventjes wachten tot hij aan de andere kant is. Gaan weer legen. Kunnen trillen weer legen. En dan gaan we het gewas verder spuiten. Dan kan die namelijk ook weer even verder. Nou, zijn we weer. Even kijken. Ja, er is daar een klein stukje vergeten. Maar op zich maakt het nog niet zo heel veel. Ik kan het ook heel slecht zien. Maar ja, als alles in ieder geval maar gesproeid wordt. Ik heb de rooie is nu ook alweer eventjes leeg. Dus daar kan we eventjes doorgaan. Ik kan je wel even een timelapse van maken. Maken we dit eventjes af. En dan kan dit namelijk geoogst worden. En dan, ik hoop dat het dan allemaal goed gaat. Ja, het kan best zijn in de timelapse zometeen. Dat we de rooie legen. Of moeten legen. Maar dan komen we zelf achter. Let's go, laten we zo snel mogelijk lekker gaan bemesten. Timelapse gezien, dit was dus ook klaar. Dat kan weer ingeslaan worden eventueel. Deze kan dus in principe kan nu weer terug naar het veld toe, maar dan moet ik even kijken. Die trailer staat hier, die moet wel even meenemen, want we moeten best een stukje over de weg heen. Dus die nemen we eventjes mee. Dan hebben we weer een beetje goed neer kunnen zetten. Oeh, hij viel er bijna af, zag je dat? Zo. Maar dit moet namelijk ietsjes verder naar achteren. Want anders, want er zit een frame hier achterin. Dat heb ik al vaker gezegd. Daardoor kun je namelijk daar niet sturen. Oké, nu zou ik nog allemaal net willen. Zwaailampen aan. Even naar het stukje. Ja, hoe zeg je dat? Stukje weg. Landweggetje. En dan kan dat veld ook gehoorst worden. Ja, dat stro, weet je, dat kunnen we wel gaan uitpoepen, maar in principe is dat niet echt nodig. Want we hebben nog genoeg strobalen daarvoor, dus ik denk dat dat persoonlijk nog niet hoeft. Zo, dan mogen de zwaailampen weer uit. Klappen we hem uit. Afkoppelen. Kijk, in de tussentijd dat wij gaan aankoppelen, dan is de oogstmachine al uitgeklapt. Hé, dat is goed nadenken. Zo. Stroozwaarden staan uit als het goed is. Maar het goed is wel. Nou. Dan kan er weer georgst worden. Die mag ook op haar. En dan wil ik heel eventjes kijken. Naar de statistieken van de dieren. De kippen. Ja, die hebben we een beetje nodig. Die hebben 121 liter aan eieren. Nou, dat is prima. De schapen. Die hebben, rennet is 0. Gras en hooi. Dan hebben ze voldoende.
De paarden, ja, die hebben nog iets meer haven op, maar die zijn al wel op de helft. Die zijn al 24.000 euro waard. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Als we heel eventjes die kant op lopen. Scheelt dat ik snel kan rennen. dan moeten we denk ik eerst eventjes de diertjes een beetje schoonmaken. Misschien is dat ook wel een goed idee. We hebben al één pallet met dat. Dus dat is prima. Hoe is het met de eieren van de kippen? Ja. Mooi. Hebben wij een bak voor de verrijker? Volgens mij niet. Nee, dus die moeten we eventjes kopen. Gaan we het leuke opstartgeluid weer eventjes lusten. Sta je, Ideal Massivers. Oh, hier staat hij, joh. Ja, jip, 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 jip. We eigenlijk eventjes een plek hebben. Wow, hier kan hij op zich ook wel staan. Waar we alles neerleggen qua attachments. Dat is op zich ook wel prettig. Nou, dan halen we de bak eventjes op. En dan kunnen we ze eventjes schoonmaken. Want we krijgen vanzelf weer een melding als die 80% is. Dan gaan we gewoon met de deurs tweeën. En dan kunnen we weer leren. Want hij is in principe is die bijna klaar. Dus dat veld dat valt heel erg meer. Knippen liggen hier. Links, rechts kijken. En knippen licht uit. Hey. Realistisch. Ja, man. Ik heb alleen het idee de of het ligt aan mij. Of staat die instelling misschien zo? Brandstofverbruik standaard, laag. Nee, staat wel op standaard. Eigenlijk moet ik die deurtjes ook iets meer laten suipen, omdat hij natuurlijk zo snel rijdt. Moet daar rekening mee houden, dat hij eigenlijk iets meer zuipt, maar volgens mij kon ik dat nergens vinden. Oh, autootje. De bak staat hier. Mooi. Oh, die kant weer op. Kunnen we even de schaapjes even schoonmaken. Nou, zijn we. Iets is... Hoezo pak je dit niet op? Moet je kijken hoeveel hier ligt. Ja, die hebben er wel echt een rotzooi van gemaakt, hoor. Nou, maar volgens mij de paarden die hebben geen renheid. De kippen hebben wel een renheid, de schapen hebben een renheid nu goed, maar dat moet nog even bijgewerkt worden. Ja, de paarden hebben geen renheid, dus de renheid is in principe schoonmaken. Nou, dan gaan we eventjes naar de kippies, gaan we dat even schoonmaken en dan denk ik dat we het meestal wel hebben gedaan vandaag. Dan kunnen we de volgende keer het veld afmaken en de suikerbieten kunnen we zelf afmaken. Want ik denk dat hij er straks een keertje mee stopt omdat hij mijn god niet meer weet waar hij naartoe moet. Gaantank voor helpen weer is vol. Mooi. Dat is nog wel veel hoor, 857 liter. En dan hebben ze wel weer een klein beetje eten. Jawa, renheid 100. Productiviteit 99%, productiviteit 90%, maar dan komt dat de renheid slaag was. Alleen de paarden hebben iets meer haven nodig, dus dan moeten weer eventjes ergens haven worden neergezaaid. Maar ik denk dat dat op zich wel prima is. We gaan eventjes bij de Europa kijken. We rennen wel eventjes in, want we kunnen toch lekker snel rennen. Tik, 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 tik. Op zich. Ja. Mooi, dan kunnen we deze binnenkort weer legen. En de Combine die is daar ergens bezig, maar die is bij lange na nog niet vol. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 19. Zwijstenhof. Volgende keer gaan we eventjes lekker verder. Dan kunnen we dit veld ook weer inzaaien. En volgens mij bij de Combine. Voor dit veld kalk hebben, hè. Ja, dus dan moeten we hier kalk gaan strooien. Voor liter heavy. 19.000. Oh, dat is prima. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. En heel erg bedankt voor alle support. En graag tot de volgende keer. Kalm!